Wat vind je van deze wedstrijd? Is deze 0-0 verdiend? Zij hadden hem in de eerste helft beter, jullie hadden hem kunnen winnen. Wat moet je hierover zeggen? Nou, dat het alle kanten op kon gaan. Op basis van voetbal, met name van onze tweede helft, hadden we denk ik wel een goal verdiend. Alleen zouden we hem ook kunnen maken. Want je zou net zelf al zei, de eerste helft in de omschakeling. En de tweede helft eigenlijk ook. Maar ik vond dat wij iets meer over hadden. Ja, en dan is het jammer dat die niet valt. Hey, want in de slotfase, jullie krijgen behoorlijke kansen. Er ontstaat heel veel ruimte op het veld. Wat is dan het plan als ploeg? Ja, om die ruimte te benutten. En dat hebben we soms goed gedaan. Soms hadden we daar beter mee moeten gaan. En helaas konden we net het laatste setje niet geven. En ja, dat is teleurstellend, want je weet dat je hier eigenlijk moet winnen. Nou, als je nu de stand kijkt, is het nog steeds niet gedaan. En ik vind ook dat we moeten blijven geloven dat we kunnen overwinteren. Alleen we hadden het onszelf wel iets makkelijker kunnen maken door vanavond 3 punten te pakken. En dat had er zeker in gezeten. Ik heb een ploeg gezien die voor de winst is blijven knokken. Er heel veel energie in heeft gelegd. Natuurlijk was het soms ook niet goed. Maar ja, ik zag wel weer flair in de ploeg. Wat ik al zei, heel veel energie. En ja, een ploeg die bleef gaan, die bleef knokken. Dat wordt helaas niet beloond. Nee, want na 45 minuten mag je denk ik heel erg blij zijn dat je niet 1-2-0 achter staat. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar? Ja, dat wij hielpen hun in het zadel door balverlies en in de omschakeling. Waar ze ook graag naar op zoek zijn. En dat deden we niet goed. We hadden wat dat betreft wel een duidelijk plan. Door middel van druk zetten. Je had inderdaad 1 of 2-0 achter kunnen staan. Nou, dat gebeurt gelukkig niet. Sommige fases moet je ook overleven. Dat hebben we nu gelukkig gedaan. Ja, en dan is het jammer dat je de tweede helft niet één kans benut. Die we bij Vlaag gewoon goed uitspelden. Ja, volgens mij 2 keer winnen. Kans al best groot dat je door bent. Ja, we hebben het niet in eigen hand. Maar het enige wat wij kunnen doen is nog 2 keer winnen. Nou ja, we hebben dat nog niet gedaan, dus dat is niet zo vanzelfsprekend. Maar wat ik net ook aangaf, daar moeten we wel in geloven. En ik denk wel dat er een ploeg was vandaag die geloofde in een overwinning. Hoe moeilijk het soms ook was. Maar dat biedt wel zeker perspectief. Op naar Ajax? Zeker. Dankjewel.